Goedendag. Op 19 maart 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inmiddels zijn we een jaar verder. Merwe RTV blikt met Sliedrechtse politici terug op het eerste jaar van de regeerperiode 2014-2018. Vandaag is Nico de Jager te gast. Hij is fractievoorzitter van de SGP ChristenUnie in Sliedrecht. Meneer de Jager, allereerst van harte welkom hier in de studio. Leuk. Ja, laten we beginnen bij de aftrap van het politieke jaar, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de partij SGP ChristenUnie had voor de verkiezingen 7 zetels en na de recente verkiezingen nog steeds 7 zetels. Was u tevreden met de uitslag? Ja, wij zijn zeker tevreden met de uitslag. Het is natuurlijk zo dat je van tevoren wel een inschatting maakt van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Al is het kiezersvolk altijd toch wel een beetje grillig. De eerlijkheid gebied te zeggen dat wij de 7 zetels die wij hadden ook al hebben gekregen door een restzetel. Mm-hmm. Dus dat betekent natuurlijk dat het heel moeilijk is om naar de volgende restzetel te gaan. Dus 7, dat was zeer zeker een wens. We hebben zelfs ook wat meer stemmen gekregen. Maar dat je daardoor meer zetels zou kunnen krijgen, dat lag dan wel ver weg. Dat wil je natuurlijk uiteraard wel graag. Maar wij zijn uiteindelijk heel content met deze uitslag, absoluut. Ja, dan na de uitslag dan begint het formeren van een nieuwe coalitie. Uw partij maakte voor de verkiezingen deel uit van de coalitie met het CDA en de Partij van de Arbeid. En ja, nu de nieuwe regeerperiode werken jullie samen met Pro Sliedrecht en de VVD. Wat vindt u van deze verandering? Aan de ene kant is het een verandering. Aan de andere kant is het belangrijkste dat je samenwerkt. En wij hebben in andere periodes ook met andere partijen heel goed samengewerkt. En dat doen we nu op dit moment ook met Pro Sliedrecht en de VVD. En het belangrijkste is dat je samenwerkt. En dat kan met deze partijen. Dat kon de vorige periode ook. En in die zin zijn we ook heel blij dat dat op dit moment ook gewoon heel goed gaat. Ja, ja, dan daarna wordt ook het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd. Hans Stanis is een vast gezicht in het college, in Sliedrecht. Ja, bij het wegvallen van het CDA kwam er een plek vrij voor een andere wethouder. En dat werd Theo den Braanke, de oud-fractievoorzitter van de SGP ChristenUnie. Ja, wat vindt u ervan dat hij alsnog naar voren is geschoven als wethouder? Nou, er zitten natuurlijk meerdere kanten aan die vraag. Allereerst valt het CDA af. Dat hadden wij in eerste instantie niet zo bedacht. Wij waren uit op een vierpartijencoalitie. Toch wel een beetje op het laatste moment valt het CDA dan af en blijft er een wethouderspost over. En wij zijn natuurlijk heel blij dat we in de persoon van Theo den Braanke snel een oplossing hebben kunnen vinden om dat punt weer op te vullen. Ja. Maar in eerste instantie had u misschien liever gezien dat er een wethouder van het CDA op die stoel kwam te zitten? We zijn in eerste instantie de gesprekken aangegaan met Pro Sliedrecht, de VVD en het CDA. En de SGP ChristenUnie wilde dat ook heel graag en vonden het in die zin jammer dat dat niet door kon gaan. Geef een gewetensvraag. Waarom werd de Partij van de Arbeid buiten schot gehouden? Waarom de Partij van de Arbeid buiten schot is gehouden, dat is omdat zij, voor zover ik daarin een rol heb gespeeld natuurlijk, zelf aangegeven hebben van het lijkt ons logisch dat wij op dit moment niet aan die besprekingen mee gaan doen. Duidelijk. Ja. Ja, dan door deze verschuiving kwam de plek van de fractievoorzitter bij de SGP ChristenUnie vrij. Ja, en dat werd uw persoon. Mm-hmm. Wat is er in die tussentijd allemaal veranderd sinds u die rol heeft? Nou, de persoon zelf natuurlijk. Mm-hmm. Personen brengen eigenaardigheden met zich mee. Dat zal ik ongetwijfeld ook doen. Het was toch enigszins verrassend. Er was in eerste instantie door ons daar niet op voorgesorteerd en er moet wat gebeuren. Je kan om verschillende redenen in de politiek zitten, dat geldt voor mij ook. Ik heb naast de politiek gewoon mijn baan, dus je bent beperkt in tijd. Je wil wat betekenen voor de maatschappij. Ik was op zoek naar iets inhoudelijks, omdat ik in mijn werkzame leven best wel veel stuurt. En op dat moment, als je fractievoorzitter kan worden, ga je daar weer een klein beetje naar terug. En dan zit je weer meer aan het sturen van een fractie, zeker in een grote fractie.
Aan de ene kant is dat leuk en herkenbaar. Ik doe dat ook graag, met liefde en met plezier. Aan de andere kant mis je dan wel weer wat dat inhoudelijke, want je moet het meer aan anderen overlaten. En het inhoudelijke is ook gewoon heel erg leuk in de politiek. Dus het is wennen. Het is even positief wennen, ja. Ingekleurd weliswaar, maar het is een andere rol en het is wennen. Duidelijk, ja. Laatste verschuiving binnen de partij die ik even aan wil halen. Manik Squist, die heeft afscheid genomen van de raad. Ja, is dat een aderlating voor de partij? Want het is toch wel iemand met de nodige ervaring. Als er een ervaren iemand weggaat, is dat altijd een aderlating. We hebben natuurlijk in de vorige periode, of na de vorige periode, afscheid moeten nemen van Leen Huizer, Flip Mak en Marian Bisschop. Die niet meer in een nieuwe raadsperiode terug wilden komen. Nou, dat is een heel brok ervaring wat dan wegvalt. Uiteindelijk gaat Manik Squist dan ook. Dat betekent dat je 4 ervaren mensen mist. En dat is altijd een aderlating. Aan de andere kant, die plaatsen worden opgevuld door nieuwe mensen die op een andere manier er soms weer instaan en met verfrissende inzichten komen. Dat is heel mooi. Daar moeten we ook sturing aan geven. Betekent wel dat je een tijdje bezig bent om je draai weer te vinden. En naar mijn overtuiging zitten we nu echt wel weer een beetje in een flow. We zijn een stuk verder. Plaatsen zijn ingedeeld. We hebben de portefeuilles verdeeld. En op dit moment zie je duidelijk een ontwikkeling dat we goed in de flow komen om mee te regeren in dat dorp. Ja. Duidelijk. Ja, dan wil ik het toch inhoudelijk over het afgelopen politieke jaar hebben. Dan beginnen we met het grootste issue wat landelijk speelt, de decentralisaties. Een enorme taak voor Sliedrecht. Wat vindt u er allereerst van dat deze taken naar de gemeente zijn gekomen? Ja, voor zover je er wat over kan vinden. Hè, want het is een beleid wat in Den Haag is gemaakt. En uiteindelijk beslist die dat het naar de gemeente gaat. Dus in die zin overkom je dat. Ja. Ik kijk daar niet negatief tegenaan. Want ik denk, ik ben er eigenlijk wel een beetje van overtuigd dat je lokaal meer kan betekenen als op afstand. Hè, dus ik zie dat als een kans om in de problematiek die speelt vanuit de lokale invalshoek, waarbij je veel dichter bij de mensen staat, om dat in te vullen. De eerlijkheid gebied natuurlijk wel te zeggen dat niet alleen de taken zijn overgedragen, maar ook het geld, maar dan wel minder geld. Dus het is ook weer een bezuiniging. Laten we het maar als uitdaging zien, maar het moet allemaal wel netjes samenkomen natuurlijk. Dus daar is wel werk aan de winkel. Ja, u noemt het een uitdaging. Hoe vindt u dat de gemeente Sliedrecht decentralisaties uitvoert op dit moment? Naar mijn mening gaat dat heel erg goed. Dat komt omdat wij al jarenlang in een regionale samenwerking dit probleem of deze problematiek oppakken. Het Drechtstedenverband, de samenwerking van 6 gemeenten in de Drechtsteden. In die zin liepen we zelfs voor. We hebben op tijd kunnen voorsorteren op de ontwikkelingen die kwamen, omdat je met 6 gemeenten natuurlijk samen veel meer sterk bent. En ik denk ook dat we op dit moment, met alles wat er over ons heen is gekomen, daar een hele goede invulling op hebben gegeven. Wat niet wegneemt dat elke verandering natuurlijk altijd toch even in het begin af en toe iets geeft van waarom gebeurt dat en hoe kan je dat oplossen. Je moet wel heel goed bij de les zijn. Maar we waren er goed op voorbereid door die samenwerking. We hebben de eerste maanden ook goed inhoud aangegeven. Er is ook een goed debat en een discussie geweest binnen de Sliedrechtse Raad erover. En ik ben er echt van overtuigd dat wij die uitdaging aankunnen. Ja, dan nog even vooruitkijken wat de decentralisaties betreft. Welke ontwikkelingen hoopt u in deze regeerperiode nog te zien binnen de decentralisaties? Nou ja, min of meer is 2015 een overgangsjaar. Wat ik hoop is dat wat gevreesd werd vooraf, en wat in de praktijk ook best een beetje gebeurt. Hè. Je ziet dat ook in de media. Ineens kon er geloof ik iets niet uitbetaald worden. Mm-hmm. Ja. Dat moet snel opgelost worden. Daar zitten we ook bovenop. Maar ik hoop en ik verwacht dat we eind van het jaar dat allemaal te boven zijn. En wat ik dan echt hoop is dat de mensen die het betreffen dan ook echt het gevoel hebben van, we hebben het er tegenop gezien. Dat kwam allemaal op ons af. Het is inderdaad anders. We hebben eraan moeten wennen. Maar uiteindelijk, het is goed opgevangen. En wat er overgebleven is, is op zijn minst net zo goed of beter als wat er blijft. Duidelijk. Dan wil ik even overgaan naar een heel ander onderwerp. Namelijk de wietkwekerijen die rond de jaarwisseling zijn opgerold. Ja, het zijn er 9 stuks geweest. Bent u geschrokken van dit aantal? Op het moment dat dat gebeurt, denk ik van, goh, in zo'n korte tijd zijn het er dan toch wel 9.
En dan blijft er ook nog het gevoel over van, is dit nu het topje van de ijsberg? Mm-hmm. Of zijn er nu 9 weg en zijn ze dat dan allemaal? Ja. En ik vrees dat ze niet allemaal weg zijn. Nee. Ja, burgemeester Bram van Hemmen, die ook drank- en drugspreventie in zijn portefeuille heeft, is er volop mee bezig. Hij heeft zich in het Algemeen Dagblad uitgelaten over legalisering van wietteelt. Nou, hij is daar op tegen, omdat hij vermoedt dat de sterkere wiet zich dan verplaatst naar de straathandel en dat goedkopere of minder sterke wiet dan verkrijgbaar is in de coffeeshops. Hoe kijkt de SGP ChristenUnie daar tegenaan, tegen de legalisering van wietteelt? Legalisering van wietteelt is niet de oplossing. Want overal waar je het legaliseert, zal je een aanzuigende werking krijgen op mensen die juist daar op uit zijn. Wat bedoel ik daarmee? Dan gaan we eigenlijk in landelijke politiek, en dan moeten we denk ik vandaag maar een beetje bij vandaan blijven, maar toch even als voorbeeld. Als je in Nederland dit legaliseert en in de rest van Europa niet, dan denk ik niet dat wij geen last krijgen van de rest van Europa. Dus dan krijg je een ander probleem. Duidelijk, ja. Ja, nu las ik op de website van de SGP ChristenUnie dat de partij tegenstander is van een coffeeshop in Sliedrecht. Mm-hmm. Bent u dan toch niet bang voor een toename van illegale handel? Want in de coffeeshop kunnen mensen hun wiet halen. En als dat niet meer mag, hier in Sliedrecht, bent u dan niet bang voor illegale handel? Nou, wij zijn tegen coffeeshops, omdat het geheel van coffeeshops, met alles wat daaromheen gebeurt, geeft dat er sprake is van overlast, van regulering, van verscherpte aandacht daarvoor. Hè. Dus je moet daar als overheid bovenop zitten. En het gaat over iets wat ten diepste niet de gezondheid van de mens bevordert. Dus naar onze stellige overtuiging moet je dat gewoon niet doen. En moet je dus ook niet verkopen of ter beschikking stellen. En op het moment dat je dan zegt van dat doen we toch, want dan gaan we illegale handel tegen, dan zeg ik van ja, dat is niet de manier om illegale handel tegen te gaan. De oplossing is wel? Illegale handel tegengaan moet je doen zoals je alle illegale praktijken in Nederland tegengaat. Daar hebben we een rechterlijke macht voor, we hebben een politiemacht. En die moeten zorgen dat er niet illegaal gehandeld kan worden, hoe moeilijk het ook is. Maar daar moet je geen coffeeshop voor neerzetten. Duidelijk. Dan naar een ander onderwerp, namelijk communicatie. U bent zelf een fanatiek twitteraar. En uw partij heeft zich ook hard gemaakt voor een samenleving waarin meer interactie is via sociale media. Ja, kunt u uitleggen wat het belang is van sociale media in het kader van communicatie? Ja, dat wil ik wel uitleggen. Het is heel belangrijk dat je burgers bereikt. En wij zijn volksvertegenwoordigers. En het is onze opdracht om te zorgen dat de burger weet waar wij mee bezig zijn. En in mijn optiek moet je daar de middelen voor gebruiken die op dit moment er zijn. En dat is naast een website, de krant, bezoeken, zorgen dat je er bent in het dorp, wees aanwezig, bijeenkomsten, is dat anno 2015 zeker ook de sociale media. En ik vind wel dat je die op een goede manier toe moet passen. Dus er moet geen allerlei onzin op komen. Maar wij proberen de sociale media te gebruiken om de mensen te informeren waar we mee bezig zijn, mm-hmm. wat er speelt en ook vaak wat voor ideeën wij daarbij hebben. En verder, dat willen we dan weer niet gaan. Dus het is gewoon een middel voor mensen die ook fanatiek zijn op sociale media om die snel op de hoogte te brengen. Ja. En mensen die gebruik maken van ouderwetse media, laat ik ze zo noemen, de krant, dat die mensen niet ondergesneeuwd raken in al het geweld van de sociale media? Nou ja, sociale media heeft verschillende kanten. Eén kant is het informatieve aspect. Nou, dat gebruiken wij graag. Je kan er op een hele goede en efficiënte manier mensen mee voorlichten. Dat wordt ook daadwerkelijk gevolgd. We krijgen er ook reacties op, daar kunnen we ook wat mee. Maar daarnaast vinden we de krant net zo belangrijk. En vinden we het ook heel erg belangrijk door gewoon lijfelijk in het dorp aanwezig te zijn. Daar waar wat is. Duidelijk. Ja. Ander punt van de communicatie, het college van burgemeester en wethouders gaat ook vergaderen op locatie. Wat vindt u ervan dat ze dat gaan doen? Of ja, ze doen het al. Vindt u dat een goede manier om dichter bij de burger te komen? Als je daarmee dichter bij de burger komt, moet je het doen. Wij moeten zorgen dat de burger weet
waar we mee bezig zijn. En dat moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. En het is uiteindelijk aan de burger om daar wel of geen gebruik van te maken. En op het moment dat je op een locatie elders in de gemeente kan vergaderen, waardoor het voor de burger duidelijker, helderder en laagdrempeliger wordt, ze kunnen daar makkelijker heen en ze kunnen er ook weer makkelijker weg, dan moet je dat zeker doen. Duidelijk. Ander punt over het college. Het college wil graag dat er sneller gehandeld gaat worden en dat er ook sneller knopen worden doorgehakt. Wat vindt u, vindt u dat deze ontwikkeling al gaande is? Merkt u er al veel van? Ik merk daar veel van. We hebben een heel ambitieus college. Het college heeft een uitvoeringsprogramma voor zichzelf gemaakt wat bol staat van de zaken die ze willen realiseren. Waarbij ze ook realistisch zijn dat sommige dingen gewoon tijd kosten vanwege het feit dat je bepaalde trajecten of procedures moet lopen. Daar zijn ze realistisch in, dat zie ik ook. En toch zie ik dan een soort ongenoegen dat het niet sneller kan. Mm-hmm. En dat geeft niks, want dat is voor mij alleen maar een bewijs dat ze graag sneller willen, maar dat het niet kan. En dat het wat hen betreft daar niet aan ligt. Ja. En je merkt echt dat ze op dit moment heel hard trekken aan alles waar ze mee bezig zijn. En ik vind dat heel erg mooi om te zien. Goede ontwikkeling dus. Ja, een andere goede ontwikkeling, althans volgens de partij, is de samenwerking met de regio. Een beetje tegenstrijdig is wel dat de partij tegelijkertijd ook vindt dat Sliedrecht zelfstandig moet blijven. Ja, welke van de twee is nou belangrijker? Dat Sliedrecht zelfstandig moet blijven of de samenwerking? Nou, het is niet tegenstrijdig. Sliedrecht kan alleen zelfstandig blijven als ze op een verstandige manier samenwerkt. Kunt u dat uitleggen? Dat kan ik uitleggen. Als gemeente zijn wij soms niet groot genoeg om bepaalde soorten problematiek nog op te kunnen pakken. Dat heeft te maken met hoe het ambtelijk apparaat eruit ziet. Er zitten ambtenaren die problemen op moeten lossen. Neem zo'n decentralisatie. Mm-hmm. Dat is complex. Soms moet je dat met meerdere doen. En wij zien gewoon dat als je met 6 gemeenten bij elkaar gaat zitten, dat je dat soort complexe problematiek met elkaar veel beter op kan lossen. Veel specialistischer te werk kan gaan. Veel aantrekkelijker kan zijn ook voor mensen die bij de gemeente willen werken. Dat geeft meer inhoud en meer uitdaging. En die problemen moet je gewoon samen doen. En wij zeggen dan vaak ook, je moet regionaal doen, in een samenwerkingsverband, wat moet, maar lokaal wat kan. Dus wij zitten daar ook echt bovenop, dingen die niet in de regio hoeven, omdat wij dat makkelijk of beter zelf kunnen gaan doen, dat blijven we echt zelf doen. En op die manier blijf je zelfstandig. Want op het moment dat wij onze zaakjes goed geregeld hebben, dan gaat er niemand vanuit een andere overheidslaag tegen ons zeggen van nou, het wordt tijd dat jullie niet meer zelfstandig zijn en gaan fuseren of wat dan ook. Duidelijk. Ja, ja, op de website las ik het volgende standpunt. Sliedrecht wordt gekenmerkt door religieuze en sociale waarden. De zondagsrust staat hoog genoteerd. Voor seculiere evenementen is weinig draagvlak. Wat voor evenementen bedoelt uw partij hiermee, waarvoor weinig draagvlak is? Is dat bijvoorbeeld ook een baggerfestival wat er nu aan zit te komen? Als partij vinden wij evenementen heel erg leuk. Mm-hmm. Evenementen zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Geeft gezelligheid, geeft beweging in het dorp. Dat zijn allemaal dingen die nodig zijn. Levendig, initiatieven. Alleen, daar zitten wel kanttekeningen aan. Er zijn evenementen die wij vanuit onze achtergrond moeilijk vinden, dan wel onmogelijk. En dat heeft te maken dat wij politiek bedrijven die gebaseerd is op de Bijbel. Mm-hmm. Als je politiek bedrijft vanuit de norm van het woord van God, dan zijn er een aantal dingen die niet kunnen. En dan hebben wij bijvoorbeeld moeite met zaken die bijvoorbeeld op een kermis voorkomen, omdat die attracties daartegen ingaan. Of de vorm van muziek, of wat er gezongen wordt, de inhoud van de tekst. Een tuinfeest is ook zo'n evenement waarvan ik zeg, ja, daar wordt iets bij elkaar gebracht wat ingaat tegen die norm die wij gesteld hebben. En daar kunnen wij dan ook niet aan deelnemen. Dat vinden wij in die zin jammer dat dan gebeurt. Dus daar heeft u gelijk in. Maar u vroeg nog een vraag die ben ik even vergeten. Er zat nog een vraag in. Ja,
Het Baggerfestival. Het Baggerfestival, ja, precies. Nou, dat is zo'n festival, daar kan je echt van alles in stoppen. En ik denk dat er, en dat heeft in het verleden ook wel geleerd, dat er in het Baggerfestival, wat er in het verleden geweest is, heel veel dingen zagen. Dat ik zeg, dat is prima dat het gebeurt. Dat is ontzettend leuk en daar gaan wij van harte mee meedoen. Maar er zitten ook elementen in, maar dat zal voor iedereen gelden overigens, waarvan we zeggen van ja, daar kunnen wij niet achter staan. En dat zal ook altijd zo blijven, denk ik. Duidelijk. Ik las dat de partij ook een tegenstander is van plannen die slechts economische motieven hebben. En dat de partij ook massatoerisme graag tegen wil gaan. Waarom is de partij op deze twee zaken tegen? Nou, dat legt eraan welke visie je hebt op je mens zijn. Op het moment dat economie leidend is in je leven, dan moet je als mens daar dienstbaar aan zijn. Maar op het moment dat de mens leidend is in je leven, dan kan de economie daar dienstbaar aan zijn. Mm-hmm. En dat vinden wij de goede verhouding. De mens is leidend. En we doen het voor de mensen en de mens is het belangrijkste. En de economie is een middel voor die mens. En wat je nu ziet is dat het wel eens lijkt in deze 24-uurs-economie dat het omgedraaid is. Dat de economie het allerbelangrijkste is. En dat de mens zich daaraan op moet offeren met alle schadelijke gevolgen van dien. Dat bedoelen we daarmee. Dat is met massatoerisme eigenlijk ook zo. Toerisme, dat heeft te maken met recreatie. Recreatie, letterlijk herscheppen. Mm-hmm. Maar je kan het ook vertalen als tot rust komen, in balans komen. Dat heeft te maken met rust, met zorgen dat de stress van alle dag een keer uit je leven wegvloeit. En bij massatoerisme kan dat wel eens weggaan. He, want dan wordt er ook iets opgeofferd. Want ook dan is er sprake van overbelastingen. Denk aan het milieu. Als er massatoerisme bijvoorbeeld toe gaan staan op het werelderfgoed De Molens in Kinderdijk. Mm-hmm. Of in de Biesbos. Dan dat gaat ten koste van iets. Ja. En op dat moment zeggen we, ja, maar dat kan de bedoeling niet zijn. Duidelijk. Ja, ik wil toch nog een ander punt van de economie even erbij halen. Namelijk de kerkbuurt. Daar is al enkele jaren behoorlijk wat leegstand. Ja, op welke manier hoopt de SGP ChristenUnie dat die leegstand opgelost kan worden? Dat is best wel moeilijk. Mm-hmm. Wij hopen het natuurlijk wel. Hè? Ja. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar wij zien heel duidelijk dat wat op dit moment gebeurt, met name op het gebied van online inkopen, een geweldige impact heeft op de manier waarop het winkelende publiek nog wil winkelen. En we doen er gewoon allemaal aan mee. He, bij iedereen, of bij heel veel mensen, stopt tegenwoordig bijna elke dag een pakketdienst en dan wordt er iets afgeleverd. Prima, dat is een prachtige vorm van dienstverlening. Het is ook een heel andere manier, maar dat betekent dat je het niet meer in de winkel haalt. Dus die winkels die zouden zich op een heel andere manier in de markt moeten gaan zetten. Want er zijn nog steeds mensen die willen wel winkelen, maar gaan voor een andere boodschap naar de kerkbuurt en hopen dat daar dan ook aan te treffen en zoeken niet meer de dingen die heel makkelijk met een pakketje afgeleverd kunnen worden. Dus er zal echt wel wat moeten veranderen in het winkelaanbod, in de manier waarop de winkels het aanbieden, in de vorm van een soort beleving gaan brengen in plaats van alleen maar de producten gewoon uit het schap halen. En ik ben geen detailist, maar je kan je eigenlijk er wat bij voorstellen. En om die omslag voor elkaar te krijgen, vanuit iedereen die daarbij betrokken is, winkeliers, het publiek, vastgoedhandelaren, de overheid, dan praat je best over een complex vraagstuk. Ja. Hopen zeker, er moet ook wel gebeuren, er zal een keer knopen doorgehakt moeten worden. Maar wat dat precies is, daar heeft u nog geen antwoord op? Daar hebben we op dit moment nog niet alle antwoorden op. En we realiseren ons wel dat dat een heel moeilijk stukje is. Duidelijk. Een ander punt wat misschien richting de kerkbuurt komt, is de weekmarkt. Die wordt mogelijk verplaatst van het winkelplein naar de kerkbuurt. Ziet u dit als positieve of negatieve ontwikkeling? Op dit moment is er afgesproken dat er een onderzoek komt. Althans, we hebben gisteren daar oordeelsvormend over gesproken in de raad. En op de 24e wordt daar een besluit over genomen. En dan komt er een onderzoek. En dat onderzoek doe je natuurlijk niet als je van tevoren niet denkt van misschien is dat wel wat. Ik vind het een kans om het te onderzoeken. Hè, want dan kan je er op een andere manier tegenaan kijken. En ik vind het ook een kans om vanuit het kerkbuurtperspectief een keer te kijken van misschien is dat wel een onderdeeltje waardoor je die kerkbuurt weer wat meer levendig kan krijgen. Maar ik wil wel het onderzoek afwachten. Duidelijk. Want dan kun je alle aspecten meewegen. Ja.
Ja, dan gaan we alweer langzaamaan naar het einde van het gesprek. We hebben een hoop zaken hebben we nu besproken. Is er nog een belangrijke ontwikkeling waar we het nog niet over gehad hebben, die u nog kwijt wilt? Wat ons partij betreft wel. Wij hebben ook ingezet op een mooi Sliedrecht. Dat heeft ook te maken met de projecten die er zijn. Burgemeester Winkelenplein, de locatie Lanser bijvoorbeeld. Op het watertorenterrein moet ooit nog een keer wat gaan gebeuren. Nou, zo kunnen we er nog een aantal noemen. Ja. Wij leven in een financieel gezonde gemeente. We hebben als burger gemiddeld genomen lage lasten. Als je dat over heel Nederland vergelijkt. En elke euro is er één natuurlijk, dat realiseer ik me heel goed. Maar als je objectief kijkt naar alle gemeenten in Nederland, zit Sliedrecht echt laag. En als je dan ook nog financieel gezond bent, dan vinden wij als partij dat we misschien best wel eens wat meer oog zouden kunnen hebben om een aantal locaties die het dorp op dit moment niet fraaier maken, om daarin te investeren. En te zorgen dat er een mooi stukje Sliedrecht voor terugkomt. Dat is één. En het tweede, wat ik daarbij ook aan wil geven, dat wij ook wat meer willen gaan letten op bouw niet elke vierkante meter vol. Mm-hmm. We leven in een druk bezet gebied. Je zou je eigenlijk kunnen voorstellen van als je met nieuwe plannen bezig bent, probeer dan ook te zorgen dat er iets meer ruimte, iets meer groen komt. En heeft niet elke de behoefte om elk stukje grond wat je ziet een tegel op te leggen. Ja, dan nog twee vragen. Wat gaat deze regeerperiode nog voor Sliedrecht brengen als het aan de partij ligt, naast hetgeen wat u net heeft opgenoemd? Nou, ik wil dan eigenlijk onze verkiezingsleus van vorig jaar noemen, Sliedrecht voor elkaar, en er zit heel veel in. U heeft net aangegeven dat Sliedrecht ook een behoorlijk behoudend, confessioneel deel heeft. En je ziet dat natuurlijk in de raad ook terug. Dat betekent dat mensen soms verschillend over dingen denken. En dat kan, dat is zo. Maar als je denkt vanuit Sliedrecht voor elkaar, moet je het toch met elkaar zien te rooien. En als je allebei de bereidheid hebt om naar elkaar te luisteren, om te respecteren wat je daarvan vindt, en ook je eigen realiseert dat je er samen uit moet komen, en je doet dat op een goede manier, en dat is ook iets wat ik op dit moment terugzie, het college, met de raad, dan doe je het met elkaar en voor elkaar. En daar hebben we nog een aantal jaren de tijd voor. En wij gaan daar volop inzetten, Sliedrecht voor elkaar. Dan laatste vraag. Wat hoopt u als politicus nog te bereiken in deze regeerperiode? Nou ja, ik wil daar met alles wat ik aan tijd daaraan kan besteden en met de capaciteiten die ik heb, wil ik daar een bijdrage aan leveren. Niet alleen, maar met elkaar. Duidelijk. Nico de Jager, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. We blikten terug met Nico de Jager op het eerste politieke jaar van de regeerperiode 2014-2018. Ik hoop dat u een volgende keer weer kijkt. Voor nu bedankt voor het kijken. Dag.